Troost, mag ik zeggen welkom thuis. Ja, ik denk het wel. Welkom, welkom terug vooral. Ja. Voelt het ook als thuiskomen? Ja, ja, het voelt wel als thuiskomen. Ik denk, uh, op dit complex heb ik één keer getraind in de jeugd en uh, één keer met, uh, met één meegedaan. Uh, dus het voelt wel een beetje als thuis, ja, ja zeker weten. Ja, mooi dan dat je terug kan keren, maar je bent hier ongetwijfeld teruggekomen met een doel. Kun je dat doel uh, uitleggen? Ja, kijk, ik denk dat uiteindelijk het doel is, uh, is om te gaan spelen. Ik denk dat dat. Uh, dat is sowieso voor iedere speler geldt die, die wordt gehaald of die, of die terugkomt. En dat is bij mij ook zo. Ja, je wil spelen. Uh, hoe zie jij die kansen voor je? Uh, welk plaatje hebben ze jou geschetst en hoe zie je het zelf voor je? Ja, ik denk dat ik vooral gewoon kaart moet werken. Mijn ding moet, uh, mijn ding moet doen, uh, mijn talenten moet laten zien, mijn krachten. En dan uh, is het uiteindelijk aan de trainer de keus. Trainer de keus, maar je bent hier niet gekomen om zomaar tweede doelman te worden achter Roy denk ik. Nee, nee. Ik ben, uh, ik ben in ieder geval gekomen om, uh, om te gaan spelen. Dat is, uh, dat is voor mij de bedoeling. Maar wat ik net ook uh, aangaf, ik denk dat ik uh, mijn kwaliteit moet gaan laten zien. Kaart moet trainen en dan uh, is het uiteindelijk uh, aan het trainen. Is dat ook wat ze gezegd hebben in de gesprekken? Van jullie twee gaan het uitmaken wie eerste doelman gaan worden dit seizoen? Nou, er is niet heel veel gezegd wie, uh, wie, uh, wie eerste of tweede keeper is. Wie, wie het uit moet gaan maken. Ik denk dat, ik, uh, ja, dat je gewoon moet vechten voor je plek. En dat geldt voor, voor elke keeper die hier zit. En dat is bij elke club hetzelfde. En dus dat is hier ook zo. Um, ik neem aan dat je ook in de gesprekken gesproken hebt met Gabor, kende je hem toevallig nog van het verleden? Ja, ik heb ook gesproken met Gabor. Ik heb een uh, gesprek gehad met, uh, met, uh, met drie mensen van de club. Uh, ik ken Gabor natuurlijk van, uh, van, uh, van de jeugd. Uh, een hele hartstikke fijne trainer om, om mee samen te werken, zeker weten. Um, en ja, zeker ik kende hem nog. Ik heb uh, denk ik de uh, laatste 2,5 jaar met hem, uh, met hem samen getraind. Hartstikke, hartstikke fijn samengewerkt en uiteindelijk toen de overstap gemaakt naar Feyenoord. En uh, ja, heel veel ervaring meegenomen. Uh, dus die mag ik nu hier, uh, hier gaan laten zien. Mag je hier nu laten zien? Afgelopen jaar bij we kampioen kampioen geworden. Welke ervaring neem je mee hier naartoe? Welke ervaring neem je mee? Ja, ik denk dat je, dat je ook kan kijken naar de kwaliteiten van, van de spelers. Uh, de details op kiepend gebied, de details op voetballend gebied. Uh, als je kijkt naar um, de, de, de speelwijze, de, de, de trainers, het complex. Dat komt in principe wel overeen met die, vind ik. Ja. Net zo professioneel ja? Jawel, ja, zeker. Zeker weet ik. Nou, als je hier kijkt, je hebt ook gewoon een eigen complex, je hebt vier velden, je, uh, uh, ja, je hebt de kok, je hebt materiaal uh, materiaal. Dus ja, uiteindelijk is de voetbalwereld uh, vrouwen overal hetzelfde. En uh, hier is het ook gewoon hartstikke goed geregeld. Eén nou, ervaring die je meeneemt, is niet dat je kampioen bent geworden. Jij, jij was misschien geen selectie. Jij was onderdeel van de selectie, maar niet basisspeler. Uh, zijn er wel dingen die je mee kan nemen naar dit seizoen van: ik weet al hoe het is om in een top mee te doen. Ja, daarin spreekt het voor mij voor zich. Ik denk dat je het, uh, je best moet doen iedere dag weer. Uh, ik denk dat we een geweldig team hebben. Die jongens hebben me hartstikke goed ontvangen. En uh, ja, als je ook kijkt hoe die jongens nu al met elkaar omgaan, denk ik dat het belangrijkste is om, om een, op, als één team een kracht, uh, kracht te zijn. Ja, en dat zie je hier ook. En uh, als je dat kan vertalen naar het veld, is dat prachtig. En dan ga je mooie dingen bereiken met het heel team. Want de club is uitgesproken hier om minimaal voor directe promotie te gaan. Ja, dan ga je vaak ook al snel voor het kampioenschap. Uh, dat zijn ambities die je ook wel aanspreken. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk uh, vind ik dat NAC een club is die in de eredivisie hoort. Dus daar gaan we voor vechten en dat is uiteindelijk ook de bedoeling en ook, uh, ook, ook mijn visie voor, voor de club. Met tijd troost in het doel. Dat is wel de bedoeling. Dankjewel.